Hallo Black Legion en welkom bij de laatste Checkpoint Race. En van de Race Series natuurlijk. Van de Virgin Race Series denk ik. Gok ik zo, 1, 2, 3. Wij zitten in deze prachtig mooie Audi R8 LMS Ultra. Die gewoon fucking ziek is. En wij gaan winnen. We gaan eerste worden in deze Race Series. En dan hebben we nog twee Race Series. Een gewone Race Series en een Race Off Series. Daar moeten we natuurlijk ook nog eerste worden. En dan hebben we de championship van in totaal 5 rondes. Wat ook aardig wat gaat zijn. En dan is Grid 2 afgelopen. Dat is het einde van de serie. Kom op. Goed zo. Lekker bezig. Ik moet even wennen natuurlijk in R8. Ik heb de vorige part ermee gereden. Zoals al in de eerste part gezegd. Nee, niet de eerste part, maar... Papa's terug, parlor, 36 aan mijn hoofd. Heb ik al gezegd dat ik vandaag alles ging opnemen en Grid 2 ging uitspelen. Omdat ik er de tijd voor heb op dit moment. En het is wel fijn om even vooruit te werken natuurlijk. Oh, crap. Wow, wat gebeurde daar dan? Dat was raar. En dus is het denk ik nog twee parts. Denk ik. En, oh ja, dat wou ik denk ik eerder nog zeggen. Ik dacht al, wat de fuck was ik aan het praten eigenlijk? Waarom noem ik het? Maar dan zal het waarschijnlijk ook zo zijn dat ik dus inmiddels wel met de R8 moet kunnen rijden. Rot op, Bugatti, jij bent in mijn weg. Vuile Chinees, ga van de weg af. Leer in je eigen land rijden met spleetogen. Fuck off. Dat is niet racistisch bedoeld, maar hij zat gewoon niet te kijken waar hij reed. Hij ziet ook maar de helft natuurlijk. Ook niet racistisch bedoeld. Maar hij zit in een Bugatti, wat met een klein ruitje heeft. En een wc-bril op zijn voorkant. We hebben nog één fucking rewind, dankzij die Bugatti. Dat is gewoon die Bugatti zijn vota. Die Bugatti heeft ons gewoon genaaid waar wij bij stonden. Oh, kom op, R8. Kom op. Lief zijn. Ik koester jou met mijn hele hart. Ik vind jou de mooiste auto ter wereld. Werk. Alsjeblieft mee. Dit was onze laatste rewind, R8. Onze laatste rewind. Ik herhaal laatste rewind. Het klonk best wel westers. Volgens mij laatste, de laatste. We gaan even een pakje doen. Oh, fuck. Oh nee, niet deze canyonbocht. Ik haat deze canyonbocht. Ik haat jou niet opeens daar in SLR McLaren 7-2-2 neerzetten. Hier zijn ook twee auto's, drie auto's zelfs. Nee, ik was bijna bij de checkpoint. Maar we zijn de eerste, dus fuck it. Don't fucking care. Whew, dat was dat. Great driving, Pat, and that's how you win. Awesome effort in that round. Dank je. Great driving, Pat. Dank je wel. Het voelt fijn dat je het zegt, monteur Henk. Ik ben eigenlijk helemaal benieuwd hoe het gaat met onze sponsordeals. Totaal geen idee. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Even kijken, die hebben we gehad. We moeten er nog twee. Win and lead by 2 seconds in the face-off series, de Rockstar. Dat gaan we zo nog doen volgens mij. En be the lap time of Hubble the loop. Oké. Okay. Dan is dat als de championship. Dan moeten we niet. Dit is de Rockstar's face-off series. En dit is de gewone race series. We gaan deze doen. Code is duur. Dus de face-off is heel herhalend. Ik kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal heel herhalend. We moeten kiezen tussen Mercedes en R8. Ja, dat is makkelijk gemaakt. Hè? R8. Dat is geen moeilijke keuze. En de face of series zoals zij, nee, is gewoon herhalend. Ik kan er niks aan doen. Côte d'Azur, dat hebben we zo vaak gehad. De game, zoals al eerder besproken, mist gewoon gigantisch veel dingen. Mist gigantisch veel auto's die super bekend zijn en erin horen te zitten. En het mist gewoon gigantisch veel variatie. Echt. Het is zoveel hetzelfde. Het is echt gewoon jammer. Dat meen ik serieus. Ik vind het nog steeds wel leuk om te racen natuurlijk. En ik ben ook heel benieuwd. Of ben heel benieuwd. Ik wil gewoon winnen en het seizoen afsluiten. En dan is voor mij de game ook over. Zal ik hem ook denk ik niet weer aanraken zo'n beetje.
Hier, wat dacht je daarvan? Dat was mooi. Maar dan zal ik hem denk ik ook niet meer aanraken. Puur omdat ik heb de game gespeeld. Ik vond hem goed. Ik heb alles gedaan. En ik vind het is klaar. Uit. Het is geen game die ik weer snel opnieuw zou pakken. Misschien voor de multiplayer als ik me helemaal had verveeld. Maar de singleplayer sowieso niet. Totaal niet natuurlijk. Puur omdat we die nou helemaal hebben gedaan. En het is gewoon herhalend. Elke keer dezelfde baan. Côte d'Azur in de nacht hebben we nou al zo vaak opgereden. Elke keer met een fucking face-off series. Of met een drift. Of met alles en nog wat. Het is allemaal Côte d'Azur. Er zitten zo weinig banen in. Dat wordt gewoon te herhalend. Dus ik kan ook heel goed begrijpen als mensen comments plaatsen van... Het is heel herhalend. Ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk om te kijken. Maar jouw commentaar maakt het leuk. Zo, zoiets heb ik ook wel gelezen recent. En dat is dan ook het enige sprankeltje hoop dat zo mijn commentary leuk is. Of interessant om naar te luisteren. Zoals het DLC verhaal. Kan heel interessant zijn natuurlijk. Maar als dat er niet onder zit, ja, dan kijk ik niet meer zo. Want dan is het gewoon niet boeiend. Totaal niet. Omdat de hele tijd hetzelfde is. Ga er niet elke keer naar kijken naar een herhaling van je favoriete tekenfilm. Alhoewel. Als die heel grappig is. Anders niet. Nee, maar dat doe je ook niet. De herhaling, dat vinden mensen irritant. Dat kan ik heel goed begrijpen. Dus. Als mensen al afgehaakt zijn, dan snap ik dat. Tuurlijk zijn er mensen die nog steeds kijken vanaf het begin. Echt wel de true diehards en de echte... Die Hard Black Legion Captain, zeg maar. Keep it under control. Vergeleken met de rest. Maar ik neem het ze niet kwalijk als je het niet allemaal kijkt. Zeker niet. Die McLaren moet even achter... Oh, fuck niet deze bocht. Ik haat deze bocht. Dat zeg ik. Ik haat deze bocht. Dat is ook een rare ingang van de bocht. I know. Oh, alsjeblieft. Altijd paaltjes mee. Puur dat kan. We hebben nog twee rewinds. Kom hier weer die fucking brug uit, of wat het ook is. Via duct. En dan gaan we een tunnel in. In die tunnel gaan we rechts. En dan komen we zo meteen weer bij de uitgang van de tunnel. Goh, echt ja, bij de uitgang van de tunnel. En dan gaan we bergafwaarts. En dat is een hele scherpe bocht naar rechts. Wat zeg ik? Dat is een hele scherpe bocht naar rechts. En... Dan zijn we een keer in de buurt van de finish. Maar dat duurt zo lang bij deze baan. Het is ook 10 kilometer. Het is van mij naar de stad toe. Maar als naar de stad normaal doe ik daar ongeveer 6 minuten over, denk ik. Een beetje geen oude mensen voor je hebt die echt gewoon 70 rijden, dan is er niks aan de hand. Doe er nog 5 minuten over. Hier doe je het in 3 minuten nog wat. Zo heel veel sneller zijn ze aan dit. Nou is dit natuurlijk, op zich is Hardenbergweg ook al, zo heet die weg. Ook wel redelijk kronkelig. En ook wel redelijk recht af en toe, dus op zich de Côte d'Azur. Nee, dat zeker niet, maar op zich doe ik het dan nog wel redelijk goed, vind ik. En ik haal maar in de snelheden. Kijk, als we dat niet doen, ja, dan win je wel. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader dat vroeger deed. Hij had een BMW'tje. Een 1.8. En dat was echt heel vroeger hoor. Ik praat nou echt heel vroeger. Toen had mijn vader nog haar. Nou ja, hij heeft nu nog hamer. Houdt een beetje kaal. En dat plaag ik hem altijd mee. Dat vindt hij niet altijd grappig. oh fuck, dat is een bocht naar rechts. Niet opgelet. We gaan wel even in de rewind. Wat ik toch aan het doen was. Want ik praat over vroeger. Toen was ik nog heel klein jochie. En echt heel klein. Heel klein, klein, klein. Gewoon, ik denk in je hele kleine neefje of zo. Ongeveer die lengte, denk ik ook. En dan ging ik mee in de trein met mijn moeder. En dan zette mijn vader ons af in principe in Hardenberg dan. En dat is ongeveer 5 minuutjes met de trein, denk ik. Zo ongeveer. En mijn vader dan ondertussen vanaf Hardenberg. Gigantisch had rijden naar Marienberg toe om daar eerder te zijn. En dat lukte hem ook nog. Want dan stond hij daar alweer op het perron ons op te wachten. Dus hij reed gewoon sneller dan dat de trein reed. En de trein hoeft geen rekening te houden met verkeer, bochten, niks. Die knalt er gewoon vol hard overheen. Dus dat was altijd, ik weet niet, ik vond het altijd leuk. Mijn vader die stond er dan weer op perron.
En ik zat daar maar, hoe kan dat nu? Hoe kan die nu sneller zijn? Ik dacht dat de trein het snelste was. Dat was gewoon mooi. Ah, wat leuk. Nostalgie. Van vroeger. Volgens mij vonden jullie het vorige keer ook al leuk toen ik het had over kleine Black met de games en dergelijke. Ik denk, oh, gooi deze druk even bij. Nog wel leuk om te weten. Oh, de bocht. Oh, de rotsen. Ik haat deze baan zo hard, hè, de Côte d'Azur. We hebben hem ook al zo vaak gereden, maar hij is ook zo kut om op te rijden. Met al die fucking rotsen en uitsteekselen en al die rotzooi, jongen. Een kutbaan, van hier tot Tokio. Van hier tot Frankrijk. Oh god, sta mij bij. Audi erachter is niet even mij inhalen. Dit is ook zo goed, hè. Gewoon tik, 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 tik. De motorkap open, omdat het kan. Eigenlijk is dat niet... Nee, doe maar. Ja, dat is de motorkap trouwens. Dat is de motorkap, ik zei het goed. Ik dacht dat ik het verkeerd zei. Ik zei het goed. Dat is de motorkap. Oh, jij hebt mij ingehaald, hè. Daar was ik niet blij mee. Dus ga ik jou terugpakken. Niet via die muur. Niet via die muur. Ga dan van die muur af. Auto, ga van de muur af. Hij wil echt niet van de muur af. Hij wil niet van de muur af. Hij weigert gewoon. Hij zegt, nee. Ik ga niet van die muur af. Het is mijn muur. Ik geef hem een knuffel. Please, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Dan moeten we hier de tijd halen. En dat lukt ook nog redelijk. Oh, deze bocht is zo kut. Nee, deze baan is kut. Dus wat zeg ik? Waar hebben we het over? Oh. Ik was even niet aan het opletten. Ik was even van mijn scherm aan het wegkijken. Kijk wat er weer gebeurt. We hebben nog 2 rewinds over. Audi R8. Jij wordt ingehaald door mij in een andere Audi R8. En jij gaat daarom huilen. Daarom ga ik jou uitlachen. Nee, eigenlijk niet. Want dat is gewoon heel normaal. Ik huil ook wel eens. Zoals bij het einde van Metro. Waar ik verrassend genoeg helemaal geen haatcomments op krijg. Totaal niet. Iedereen was heel respectvol en die was het met mij eens. Sommigen huilden ook mee. En dat vond ik gewoon echt lief en leuk om te lezen. Dat meen ik serieus. Dat vond ik echt... Daar was ik heel blij met jullie als mensen. En dat meen ik echt serieus. Dat komt uit de grond van mijn hart. Die even tegen de muur en knalt. Maar we zijn bij de finish. Woehoe. Weer in gehad. Zo, dat is een hele mooie toonhoogte. Ik zou moeten gaan zingen, vind ik niet. Nee, totaal niet. We gaan de laatste face-off doen. En dan is het alleen nog een race series. Van 4 rondes. En nou, als we dat eindelijk klaar is, kunnen we eindelijk beginnen met de championship in de finale. En dan zijn we er vanaf. Kom op. Aan de kant. Met jouw Mercedes. SLS. McLaren. Figaro, Figaro, Figaro. En boom. Penny Lane, er is een barbershop. Het pulpje of zoiets, weet ik veel hoe het heet. Ik ken alleen Penny Lane van de Beatles. En yesterday, all my troubles seem so far away. En dat klinkt sowieso heel slecht, denk ik. Bij mij klinkt het in je hoofd klinkt natuurlijk altijd nog wel redelijk goed. Dat je het altijd mooier maakt in je eigen hoofd. Vooral met je eigen stemklank. Dat is altijd heel lastig voor jezelf. De eerste keer dat ik mezelf hoorde in de commentaar was ik heel apart. Denk, ah, kut. Zet die stem uit. En nu kijk ik ze... Nou, ik kijk ze niet zelf natuurlijk, maar ik hoor het wel omdat ik moet editen of wat dan ook. En ik stoor me er totaal niet aan. Ik vind het eigenlijk wel fijn om te luisteren naar mijn eigen stem. En ja, dat is best zielig misschien. Maar... Ik heb Dora wel 2 keer gekeken. Mijn Dora commentaar, die heb ik wel 2 keer gekeken. En dan moest ik lachen om mijn eigen grappen. Dat is ook best wel zielig, maar... Maakt niet uit. Lang plezier heb je, is alles goed. Mij maakt het altijd mooi, want waarschijnlijk klonk die yesterday dus totaal nergens na. Maar in mijn hoofd klonk het heel mooi. Oh, wat jammer nou, Mercedes. Tik jou. Nou, ik tikte jou niet de muur in. Jij ging zelf de muur in. Maar ik dwong jou de muur in, beter gezegd, de rotsen. Jij dwingt mij nu, hè? Ik wist het.
weer deze bacht, hè. Ik haat deze bacht, maar ik ga er helemaal boos van praten. Dat maakt het eigenlijk niet beter. Nou worden wij boos, McLaren Mercedes dingetje. En als ik boos word, dan krijg jij een slag aan je bakkes, zoals die. En dan ga jij kapot. En dat moeten wij niet hebben natuurlijk, want dat vindt de verzekering niet zo grappig. Hey, kijk, vuurwerk. En onze rechterkant, nee, niet afgeleid worden. Stout. Vuurwerk. Ik moest gewoon even kijken, hè. Even kijken naar het vuurwerk. Tok, tok, tok. Dan word je helemaal gek van, als je zo aan het rijden bent. Dan word je echt helemaal raar van. Heel af en toe doe ik dat uit verveling. Nee, niet hier eigenlijk. Doe ik voornamelijk bij niet verspeed of wat dan ook. In keer 2 moet je iets meer je aandacht erbij houden. In Need for Speed. Nee. Gewoon niet. Hé, hey, ik zie niks meer. Game. Niet. Nee. Dicht. Dicht die klep. Dicht die motorkap. Dit gaat prima. Gaat beter dan ik had verwacht. Merk te zijn. Dan rijden we dit perfect. En we zijn over de finish. Yes. Phew. Dat was dit. Eindelijk. Van de Côte d'Azur af. Alsjeblieft. Laat niet in de finale de Côte d'Azur zitten. Of ik ga huilen, game. Echt. 30 kilometer die baan. Gewoon bijna 20 minuten al lang. Côte d'Azur. Daar gewoon helemaal gek van. En daarom beginnen we met de race series. Die hopelijk een beetje in Dubai is of zo. Zijn we een poosje niet geweest. Nog wel een redelijk korte, leuke baan. Ik hoop tenminste dat die 4 rondes niet lang zijn van een race series. Niet banen van 5 minuten of zo, de Nürburgring. De Nürburgring, die miste ook. Die game, echt. Jij mist zoveel game. Ik heb het er al zoveel parts over gehad. Maar elke keer bedenk ik iets en denk van... Hé, hey, dat mist ook. De Nürburgring mist. The fuck. Dat is zo'n beetje de bekendste racebaan op de hele fucking wereld, de Nürburgring. En die zit niet in de game. Die zit niet in de tijd, niet op de kaart. En we zitten bij de Red Bull Ring, dat is een korte baan. GP, GP, dat zijn allemaal de GP en de Club Circus. Dat zijn mooie korte baantjes volgens mij. En we moeten kiezen met de Mercedes of met de Audi. Zoals eerder gezegd, in Nieuw Speed Most Wanted. En ik ook altijd met de Audi, tot vervelend toe voor sommige mensen. Ik vond het gewoon mooi. Mercedes rijdt ook niet zo fijn, moet ik zeggen. Ik vind de Audi fijner om mee te rijden. We hebben er al een paar keer mee gereden. En ik haat gewoon de Côte d'Azur, dus daar gaat slecht. Maar waarschijnlijk op de Indianapolis en... De Red Bull Circuit en dit spul. Gaat het allemaal een stuk beter. Ik ben gewoon beter op circuitbanen dan op straatbanen. Omdat daar vaak heel veel muurtjes zitten. En hier zitten uitwijkmogelijkheden op het gras. En het is wat overzichtelijker ook vaak. Maar de eerste race is van start gegaan. 3 laps. Dat is een heel goed begin. We gaan gewoon rewinden. Ik ging ook gewoon iets te hard erin misschien. Iets meer afstand houden hier. En dan vanzelf een keer opboksen naar boven. Dat is toch wel het beste om te doen, de makkelijkste manier. De baan is kort, want die rode teller boven de map gaat zo lekker snel omhoog. Dat is echt fijn om te zien. Hier halen we wat tijd in zoals je ziet, want we komen steeds dichterbij. En dan gaan we hier naar rechts. We beuken er ons een beetje tussen, hij wordt eigenlijk te remmen. Vind ik. Dan remmen zij hier allemaal. Dat is mooi. Wij snijden hem af. Door het midden. En we komen hierbij. We hebben een hogere snelheid blijkbaar uitgegaan. Snelheid. Uitkomstsnelheid wil je noemen. We komen de bocht eruit op een hogere snelheid. We gaan hier. Nee. Dat was een goed plan. Maar. Die McLaren drukte ons weg. Het vermoeden had ik al dat het ging gebeuren toen ik de bocht nam. Maar. Dat ging niet helemaal zo goed als gepland. We rijden hier weer achter. We blijven er wel van rijden. We zijn hun aan het blokken. Dus eigenlijk zijn we er niks meer opgeschoten. Behalve wat damage. Dat is een kut. Ik had een rewind kunnen gebruiken natuurlijk. Om er wel tussen te komen. Maar die bocht. En de snelheid was net iets hoger dan ik had geanticipeerd. Dit hetzelfde. Als ik net iets hadden dan ik had geanticipeerd. Wat een woord ook. Kom op. Audi. We kunnen dit, we kunnen dit. Eerste worden. Vanaf plek 8 nog 2 laps. We zitten in de tweede bezig.
Oké, dat zijn twee McLaren's ingehaald. Kom op, nee. Oké, we gaan gewoon even over het gas, dat kan wel. We zitten er nog voor, dus don't fucking care. Zij remmen toch. Dan komen we wel lekker dichtbij. Dan halen wij ze in, door het midden. Doei, jongens. Onze auto is flink naar de tering, maar we zijn wel op plek nummer 4. Wat ik niet kan zien haast, omdat het zo wit is, maar zo doen, dan zien we het wel. Oh, bijna weer in de fout in die bocht. We zijn voorbij de McLaren met een drift soort van, drift overtake. Beetje een aparte bocht. Die Audi moet even aan de kant gaan. Jij moet mij niet blokken. Onze auto trekt gigantisch hard naar links. Ik haat deze bocht. En we moeten alleen nog voor deze Mercedes komen. Dat komt helemaal goed. We zijn met onze laatste lap bezig. Zij remmen toch nog wel een paar keer waar wij niet remmen. Of nauwelijks. Waar wij gewoon doorheen vliegen. Dus wij halen die McLaren nog wel in. Dat komt helemaal goed, die SLS. We hebben nog steeds 3 rewinds. En ik dacht dat ik daar contact maakte, maar dat was niet het geval blijkbaar. Ik had echt het idee dat ik daar bovenop hem knalde, maar dat viel mee, tot mijn grote verbazing. Hier remt hij zo meteen wel. Aan de kant zit een R8 achter ons, heel hard te drammen. Kijk, dat dacht ik al, want zij gaan hier de buitenbocht. Oh, fuck. Gaan we dit halen? Dat gaan we halen. We gaan zo links doorheen kruisen. Het is een kutbocht. We zijn al een paar keer gecrashed, maar ik denk dat we het wel halen. Dat wel. Nou ja, we zijn voor hem. Dat is wel iets. En voor de Audi. Nou, alleen nog de McLaren. Daar moeten wij ook gewoon agressief rijden. Dat komt goed. We hebben nog 2 rewinds. Ik had het makkelijk een rewind kunnen gebruiken natuurlijk. Kom op. Nee, R8. Daarvoor hebben we een rewind. Nee, dat was ook niet helemaal de bedoeling, R8. Kom op, we kunnen dit. Gewoon rechteruit komen graag. Zo ja. Goed zo. We blijven ervoor en we winnen. Zo doen we dat. Niet helemaal de goede manier, maar verder van eigenlijk. Beetje slecht. Beetje maar. Klein beetje slecht. Maar we hebben het wel gehaald. De eerste race van deze race series is een feit. We gaan de volgende 2 race series, 3 zelfs, 3 rondes van deze race series gaan we doen in de volgende part. En dan beginnen we ook met het kampioenschap. Dus nog 2 parts en dan zijn we van de game af, denk ik. Ongeveer. Ik zie je weer in de volgende part. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.